Dan is nu het woord aan de heer Bourdain namens Forum voor Democratie. Dank u wel. De meeste van jullie, de meeste mensen die in de politiek zitten, zitten niet in de politiek omdat ze bepaalde ideeën hebben, omdat ze iets willen, maar omdat ze het baantje willen hebben. De meeste burgemeesters, de meeste leden van het kabinet, de meeste Kamerleden, die waaien een beetje met alle winden mee. Dan hebben ze een kabinet over links, dan is een kabinet over rechts. Het partijkartel wil aan de macht zijn, wil niet zozeer iets veranderen. Maar waar sta ik nou 's ochtends voor op? Dat idee. Dat hebben de meeste van de politici die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen, hebben dat niet. Het omgekeerde bestaat ook. Mensen die eigenlijk helemaal niet in de politiek zouden willen zitten, maar die gewoon een aantal dingen echt willen veranderen. En tot die categorie behoor ik. Ik zou helemaal niet een politicus willen zijn. Ik heb andere dingen te bedenken die ik met mijn leven wil doen. Maar ik ben hier omdat ik denk dat het noodzakelijk is dat er een aantal dingen veranderen. Anders is Nederland Nederland niet meer. En ik zie in het referendum een prachtige oplossing voor dat verschil. Als jullie dat referendum nou toestaan, dan zijn jullie van vervelende mensen zoals ik af. Dan had ik namelijk helemaal de politiek niet ingehoeven en er zijn veel mensen die dat dan niet zouden hoeven doen. Is dit jullie feestje? Hebben jullie je baantje en je goede secundaire arbeidsvoorwaarden en je deftigheid? Je kunt 's avonds vertellen dat je gegeten hebt met de ambassadeur van dit en allemaal dingen die jullie leuk vinden. Dan kun je je baan houden en dan hebben wij ons referendum. Wij als volk kunnen wij een aantal dingen die wij niet willen, massale immigratie, 1000 miljard aan de klimaatonzin, een spoedwet voor een onzinvirus, een herstelfonds zoals dat heet, wat eigenlijk een transferfonds is om geld naar Zuid-Europa over te hevelen, stikstofmaatregelen die de boeren stand uithollen, allemaal van dat soort dingen, stupide dingen, kunnen wij dan tegenhouden. En aangezien dat jullie toch niks uitmaakt, jullie willen je baan houden, kunnen we elkaar daar volgens mij ontzettend goed in vinden. Dat waren nog laatste dingen die ik toe te voegen had aan mijn eerdere lange pleidooi voor het referendum. Hulde voor de indiener en ik hoop dat het het haalt. De heer Van der Molen. Ja, voorzitter, dat die gymnasiast deze VMBO'er moet uitleggen dat hij tot de elite behoort, dat vind ik altijd heel erg komisch. Maar het punt wil ik nog even maken uit het vorige discussie. Toen verzette de heer Baudet zich tegen een opkomst- en een uitkomstdrempel. En we stelden toen vast dat in het voorstel van de heer Van Raak er wel mogelijkheden staan, daar hebben we het in het debat ook over gehad, om straks in ieder geval een uitkomst- en een opkomstdrempel in te voeren. Begrijp ik het goed dat de heer Baudet nog altijd tegen een uitkomst- en een opkomstdrempel is? Ja, ik ben daar tegen. Ik vind dat niet de juiste manier om een referendum te organiseren, maar zoals ik volgens mij de vorige keer ook heb gezegd, ik heb liever een imperfect referendum dan geen referendum. Dus wij zullen gewoon voor deze wet stemmen. De heer Van der Molen. Ja, dank u wel. Dan kom ik nog even terug op dat punt van de baantjes. Ik begrijp goed dat naast Kamerlid de heer Baudet ook algemeen voorzitter is van de partij Forum voor Democratie. En ik heb even in de statuten van Forum voor Democratie gekeken over hoe de samenstelling van dat partijbestuur veranderd kan worden. En daar kan over gestemd worden of iemand daar wel of niet een baantje in houdt. En het heel aardige is, in lid 4 staat: de algemene vergadering kan slechts tot schorsing of ontslag van een bestuurslid besluiten met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Dat is een uitkomstbepaling. In een vergadering waarin tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Dat is een opkomstbepaling. Dus mijn vraag aan de heer Baudet: waarom is een uitkomst- en een opkomstbepaling wel een goede zaak om het baantje van de heer Baudet te beschermen? En is hij niet correct als we het in willen voeren voor een referendum? De heer Baudet. Omdat mijn baantje niemand verplicht tot het overhevelen van geld aan Zuid-Europa. Omdat mijn baantje en mijn partij niemand verplicht om massale immigratie toe te laten in hun eigen land. Omdat mijn baan en mijn partij niemand verplicht om 1000 miljard aan totaal stupide, zinloze, onzinnige klimaatplannen te geven. Omdat Forum voor Democratie staat voor Nederland. Dat is het verschil. En u noemt u zelf elite. Misschien kan ik in navolging van ambtgenoot Bosma zeggen: een schijnelite dan toch zeker, van valse munters.